En daarom denk ik, als gewoon Plasterk straks gewoon een headhunter inschakelt en zegt, wij willen voor het PVV-kabinet gewoon goede vakministers uit het bedrijfsleven, dan kan het nog verdomd goed komen. Maar het is 40% van de wereldbevolking gaat volgend jaar naar de stembus mennen. 40%. En allemaal stemmen gaan die kant uit. Gaat nu naar de populisten. Allemaal Trump wordt weer president. Allemaal. India, van India tot Zweden. Het is vorig jaar oktober begonnen in Zweden en Italië. En het gaat nu overal. Argentinië nu ook, de nieuwe president. Heb je die gezien met zijn woeste kapsel? Allemaal gewoon outsiders. Omdat de mensen zeggen, wij willen gewoon weer een aantal dingen weer. Die vinden we gewoon niet goed gegaan. We willen dan anders. Ik vind dat prima. En ik vind het ook wel een spannende tijd. Ik vind het ook sowieso dat we in de beste tijd leven uit de geschiedenis. Kijk, ik heb altijd veel gereisd. Ik reis nog steeds. En als je dan door zo'n middeleeuws stadscentrum loopt, zoals of in Amsterdam of Barcelona of dan ook, het is allemaal prachtig. Maar die mensen waren in die tijd vies. Ze wasten zich niet. Ze hadden van die mooie kanten kragen om hun eigen lichaamstank niet te reuken. Het was vies. Die grachten waren vol met stront en andere rotzooi. Jongens, als je die tijd had geleefd, een gemiddelde levensverwachting in Europa tot 1850 was 40 jaar. Op je 40ste was je dood. Dan was ik nu, ja, ik ben nu 60, dus dan was ik al 20 jaar onder de zoden geweest. Dus ik zeg, jongens, we hebben nu een levensverwachting van, wat is het nu, 80? De generaties die na ons komen zullen misschien 100, 120 worden. Dat is mooi. En ook in een veel best een goede kwaliteit van leven, mits we het een beetje goed organiseren. Hygiëne is beter dan ooit. Gezondheid is, de gezondheidszorg, de artsen zijn knapper dan ooit. Ze weten nu veel beter allemaal dingen te analyseren. Kijk, Finkel, mijn tweede man die in februari van dit jaar overleed, die had uitgezaaide longkanker, nooit gerookt, topsporter, atleet. Levensverwachting 3 maanden. Ze hebben er 1,5 jaar van gemaakt. Dus zijn artsen hebben daar op een briljante manier, hebben ze daar toch 1,5 jaar van weten te maken. Dankzij nieuwe technieken, nieuwe uitvindingen en wat dan ook. En doordat hij die 1,5 jaar had, heb ik nog een mooie documentaire over hem kunnen maken. Levenslicht heet die. We hebben goed afscheid kunnen nemen. We hebben nog een paar mooie reizen kunnen maken. Hij heeft mij deze hond gegeven. En daarom geniet ik er ook van. Kijk, er zijn heel veel mensen die na tegenslagen zoals ik heb gehad, zoals hersenbloedingen en dergelijke, die dan verbitterd raken. Soms is dat omdat door de hersenschade, dan kun je er niks aan doen. Martine Bijl raakt in een zware depressie, maar ja, dat komt daardoor. Kun je niks aan doen. Ik heb echt geluk gehad, bij mij viel het allemaal mee. Ik had wel zware hersenschade, maar ik ben goed hersteld. En bij mij kan het echt onverwacht zijn. Dus dat is ook iets tegen mensen die nu kijken. Je kunt, kijk, 50 is er, tot je 50ste kun je alles doen als je lichaam goed wordt en dan. Maar 50 is een gevaarlijke leeftijd. Alle artsen zeggen ook tegen mij, Najid, 50 is een gevaarlijke leeftijd. Daarna wordt je lichaam makkelijker vaatbaar voor kanker, hart- en vaatziekten en allerlei andere kwalen. Dat is wat er daarna gebeurt. Dus dan moet je echt opletten. En bij mij kwam het. Ik hield een lezing bij de Belastingdienst. Ik stond op het podium, daar bij het ministerie van Financiën. En plotseling werd ik duizelig en viel ik en hoorde ik nog iemand roepen, hersenbloeding, vang hem op. Het voordeel van ambtenaren is, er zit altijd eentje bij die een EHBO-cursus heeft gevolgd. En die heeft me dus gered. Later zei hij tegen me, ja, maar zo kan mijn eigen baan te redden, want dead men don't pay tax. De Belastingdienst heeft best humor. Hij zei wel tegen me, ga je me wel beloven dat je dan in jouw lezingen en jouw boeken dan geen lelijke dingen over de Belastingdienst gaat schrijven? Ik zeg, nee schat, de Belastingdienst is geweldig. Ik vind er helemaal niks op tegen. Dus ik vind het ook helemaal niet erg om veel belasting te betalen, maar daardoor is dit land ook zo goed georganiseerd. Prima wegen, prima infrastructuur, is allemaal prima. Daar betaal ik belasting voor, vind ik allemaal goed. Dat merk ik ook in deze buurt, als er maar iets gebeurt. Als er met mijn alarm ook maar iets misgaat, de politie staat zo voor de deur, de wijkagent staat zo voor de deur.
Dat is toch geweldig, dit land, dat dat kan. Ik ben in Suriname geboren in 1963 en wist al jong al dat ik homo was. Maar in het Suriname van die tijd, jaren 70, jaren 80, dat was best conservatief. Suriname bestaat uit allemaal verschillende etnische groepen. En de etnische groep waar ik uit kom, dat noemen ze dan de Hindoestanen. Dus wij kwamen uit India en India werd vroeger Hindoestan genoemd en daarom zo. Die doen het moeilijkst over homoseksualiteit. Daarom zie je dat heel veel Hindoestaanse homo's zelfmoord plegen. Omdat die families en die milieus het ze onmogelijk maken om gewoon als openlijk homo te leven. Maar mijn moeder wist dat al van jongs af aan. Die zei, wat ik zei tegen op mijn vijfde speelde ik al een doktertje bij de buurtjongetjes. Dat is wat voordeel van de tropen, dat gebeurt er allemaal. Het is warm, je moet wat, de hormonen die gieren door iedereen. Dus op zich gebeurt er dus ook wel van alles. Dus mijn moeder die wist het al, die zei, jongen, het is fantastisch, prima, het is go, je hebt mijn steun en allemaal prima. Mijn vader was altijd in die tijd altijd aan het werk, die was, kwam uit een onderwijzersgezin, maar mijn vader was daarna dammer, die was echt bijna beroepsdammer, dus die had een eigen tv-programma, die was ook op reis. Die deed ook mee aan de wereldkampioenschappen dammen in Rusland en al dat soort dingen, dus allemaal prima. Dus die was altijd weg. Maar toen ik 10, 11 was, toen werden mijn vaders beide broers vermoord. En toen raakte hij in de depressie van waarom ik, waarom blijf ik leven. Toen ging hij aan de drank en toen werd hij een gewelddadige alcoholist. Die zowel mijn moeder als mij mishandelde. Nou ja, dat was niet leuk. Dus mijn moeder zei, jij gaat weg. Jij gaat naar Nederland en ik ga je daarbij helpen. Want in dit land zullen ze jouw talenten nooit erkennen. Je kunt beter ergens naartoe waar je dat gewoon kan doen. Dus ik naar Nederland, jaren 80. Hier komen studeren. 2 jaar nadat ik hier was, kwam ik mijn eerste grote liefde tegen, Sjoerd. Sjoerd Groenewold-Dorst. Met hem ben ik 8 jaar samen geweest. Wij zijn ook samen dit bureautje begonnen voor communicatie en later trends. Dexter was dat. Dexter, dat is dat. Nou, toen kwam ik tijdens mijn studie in Utrecht, kwam ik Sjoerd tegen. Die kwam een keer een lezing geven bij ons op de universiteit. Ik zat op de eerste rij. En hij haalde me toen in Amsterdam. Dus we zijn eerst gaan latten. En toen zei hij, kom, trek bij me in. Hij woonde in Amsterdam, in de Pijp. Op de universiteit deed ik als bijvak ook homostudies bij Rob Tielman, die dat toen had opgezet. En vanuit dat homostudies, daar kwam uiteindelijk een stichting Urania uit voort, volgens mij. En die ging zich bezighouden met homoseksualiteit in de media. En mijn man Sjoerd, die werkte in de media, die werkte bij de NOS, die deed de ondertiteling van series als Dynasty enzovoort. Hij sprak 6 talen, vloeiend, net als mijn tweede man, Sjoerd Winkel trouwens. Dus hij ondertitelde de series in 6 talen, dus uit 6 talen. Dus wij waren allebei wel geïnteresseerd in de media. Die stichting ging zich bezig te houden met de beeldvorming van homo's in de media. Hoe worden wij geportretteerd in soaps als Dynasty en nu andere? Hoe worden wij geportretteerd in actualiteitsprogramma's? En ga maar even door. Welke carrière mogelijkheden zijn er voor homo's in de media? Zowel voor als achter de schermen. En dat vond ik ontzettend leuk. Dat was een hele leuke club. En toen hebben we ons daar een beetje mee bezig gehouden. Er was toen ook een Surinaams homo, een soort Surinaams COC. Dat heette de SUHO, die hield zich bezig met om inderdaad in, niet zich af te zetten tegen blanken, maar gewoon, bijna alle Surinaamse homo's in die tijd namen een Hollandse vriend, want dat was één, dat tegenstellingen trekken elkaar aan, opposites attract, en twee, het was ook die SUHO die richtte zich erop om die Surinaamse families in Nederland te leren, nou, te leren klinkt wel wat we leren, maar te coachen in het accepteren van een homo of lesbische kind. Dus dat vond ik ook leuk. Ik vond het leuk om naast carrière maken ook iets maatschappelijks te doen. Dus,
de homobeweging, dat vond ik toen, dat vond ik hartstikke leuk toen om te doen. Nou ja, kijk, in mijn familie zit een lange traditie van paranormale begaafdheid. Die komt van mijn moeders kant. En die heb ik dus ook. Dus ik weet heel veel. Ik merkte dat ook al vaak. Dat dingen mij overkomen in het leven. Dat ik denk van, hè, dit heb ik eerder. Dit ken ik al. Of dit heb ik eerder meegemaakt. Hoe is dat? Dus ik merkte dat vanzelf. Maar dat is een theorie uit de natuurkunde. Dat heet kwantumfysica, kwantummechanica. Die zegt dat er heel veel kennis in de lucht hangt. En als je daarop intuned, dat je dat gewoon dan naar binnen kunt halen. En sommige mensen zijn daar beter in dan. Sommige mensen kunnen dat. Die komen huis binnen, die voelen dat het een sick building is. Die komen ergens de kamer binnen waar mensen net ruzie hebben gemaakt, maar toch met big smiles zitten. Jullie zijn toneel aan het spelen. Heel veel mensen kunnen dat, maar sommigen hebben er veel meer talent voor dan anderen. En ik ben er één van. En toen ben ik gewoon door een aantal. Het is in deze woke-tijd kregen al witte hetero mannen de schuld van alles. Die hebben alles fout gedaan. Ik ben geworden wie ik ben dankzij een aantal oude witte hetero mannen die mijn talent zagen, die mij onder de arm namen. Frits Bolkestein, toen de leider van de VVD. Mickey Huibersen, toen de baas van adviesbureau McKinsey. Die was toen de onderkoning van Nederland. En Wim de Ridder, de beroemde futuroloog die toen hoogleraar was in de hoogleraar toekomst in de Twente. En zo waren er nog een paar. Die hebben mij onder de arm genomen en die hebben mij geleerd mijn talent ook wetenschappelijk te maken. En die hebben mij geholpen aan een enorm internationaal netwerk van allemaal mensen, onderzoekers, patentenbureaus die alle dingen naar mij toesturen. En ik heb, en zo heb ik dat geleerd wetenschappelijk te maken, want ik kan wel roepen van dit of dat hangt in de lucht, maar daar betalen wij mijn klanten niet voor. Daar ging ik boeken over schrijven. Mijn eerste boek was Megatrends Nederland, een rood boek. Dat verkocht in één keer 100.000 exemplaren, tot mijn stomme verbazing. En ik dacht, mijn moeder zei, ze geloven je ook nog. En daarna ging dat maar door en sindsdien geef ik lezingen. Dus voor ik ziek werd gaf ik 200 lezingen per jaar, nu 120. En toen overal ter wereld, in China, in Nigeria en nu, toen ik ziek werd, niet meer, maar dat vind ik wel een van de dingen in de zorg. Als ik dus toch wat kritiek mag leveren op de zorg. Er wordt veel te snel ervan uitgegaan dat je niks meer kan. En dat mensen met een vlekje niks meer kunnen. Dus mijn revalidatiearts die zei doodleuk tegen mij. Jij zult nooit meer kunnen een lezing kunnen geven. Jij zult nooit meer on stage kunnen staan. Dus wij keuren jou gewoon 100% afgaan met een uitkering van het UWV thuis zitten achter de geraniums. Ik zei, dokter, ik had een fantastisch leven. Ik wil dat terug. Ik ben keihard gaan werken, want revalideren is hard werken. Fysiotherapie, weet ik wat. Ik heb allemaal spraaklessen genomen. Want ik was links verlamd. Beide ogen was de linkerhelft blind. De linkerhelft van de keel was verlamd. Dus ik moest zonder voeding. Dat was me vreselijk. Dus, maar ik ben keihard gaan werken om er weer uit te komen. Ik kan me boos in bed gaan liggen en ik kan me met een uitkering achter de geraniums gaan zitten. Maar ik ben gek op mijn werk, waarom zou ik? Bovendien, ik vind het leuk om onder de mensen te komen. Dus nu ook weer, ik moet eind februari, ik werk al jaren voor de Vereniging van Banken in Nigeria. Dus ik moet er, eind februari moet ik er weer naartoe. Dus na mijn ziekte ook. Dus zeiden meneer Bakkers, u kunt nooit meer optreden. Ik zei, ik krijg. Half jaar daarna sprak ik een artsencongres toe. 200 artsen in de zaal. Ik hield een verhaal, staande ovatie. Maar een van die artsen zei tegen de organisator, dat was een IT'er. Het ging over IT in de zorg. Toen ik het podium opliep, zei hij tegen die man, haal die man van het podium. Haal die man van het podium. Bescherm hem tegen zichzelf. En de organisator zei, rot op van je bek. En ik stond daar klaar en ik hield mijn verhaal. En weer een half jaar later, dus een jaar na mijn hersenbloeding, stond ik in Tokio on stage. Samen met 1000 man. Kan.
Het zou niet meer kunnen. Zo. Dat is maar niet wat wilskracht. En wilskracht. Ik leef op wilskracht, man. En op humor. Ik heb mezelf ook uit. Ik heb ook gewoon aan mezelf gelachen. Als ik trek had in een rijsttafel, zei ik tegen de zuster: geef me maar een potje pindasaus. Warm dat even op in de magnetron en een rietje. Dan slurp ik de pindasaus en dan fantaseer ik de rest van die rijsttafel er wel weer bij. Je moet er ook een feestje van maken, ook al lig je daar helemaal verlamd. Maar inmiddels eet je meer dan pindasaus weer. Inmiddels, ik kan weer helemaal alles normaal eten en ik geniet, want ik ben gek op lekker eten. Dus dat kun je wel een beetje zien, de pretspekjes. Dat ligt de leeftijd ook, hè? Dan krijg je wat rondere vormen. Ja, precies. Doe je iets, maar wat dus wel een ding is. Dus ook als mensen die nu kijken, als je ooit eens een keer ziek wordt, praat er niet de hele tijd over. Want mensen willen niet ieder detail houden. Ik heb wel eens mensen meegemaakt die ziek werden. En die gaan hun bezoek dan lastig vallen met alle details. Niet doen. Mijn eerste man, Sjoerd, toen hij kanker kreeg, zei: dames en heren, als u mij belt of op bezoek komt, we hebben het 2 minuten over mijn ziekte en daarna over leuke dingen. Ik wil vermaakt worden. En ik heb geen zin om helemaal te hospitaliseren, dus niet doen. Als het slecht met je gaat, komen de ratten uit hun holen. En de grootste ratten zitten vaak dichter bij je dan je denkt. Ik had een zakenpartner die mijn financiële dingen regelde en dat deed hij al 20 jaar. En die 20 jaar had hij al meer dan 1 miljoen aan mij gefactureerd. Dus, maar toen eerst ik ziek werd en toen ik hersteld was van mijn hersenbloeding, werd mijn man ziek, kreeg hij longkanker. En toen dacht deze man, wacht even, ze liggen allebei op gapen, dan gaan we even graaien. Dus die heeft inderdaad ons voor tonnen opgelicht. En hij had gewoon de bevoegdheid voor de bankrekening van de zaak en alles. Dus de hele tijd de boel leeggetrokken. Maar goed, karma is a bitch. Hij is intussen al het geld kwijt. Helaas, ik heb het niet meer teruggekregen, maar alles was op. Hij is nu buschauffeur. En alles kwijt. Hoe kijk je naar de toekomst? Op zich wel positief. Maar doordat ik gewoon hele andere bronnen heb dan de gemiddelde burger, zie ik ook hele andere dingen. Ik werk bijvoorbeeld dus voor de Vereniging van Banken in Nigeria. Die Nigeriaanse bankiers vertellen mij hoe de mensensmokkel van Afrika naar Europa loopt. Hoe die mensen in Nederland terechtkomen. Weet je wie dat regelen? De Nigeriaanse maffia en de Italiaanse maffia hebben een deal met elkaar. De Nigeriaanse maffia organiseert de aanvoer tot aan Italië. En de Italiaanse maffia organiseert de doorvoer tot aan Nederland. En die twee hebben een deal met elkaar. Dus dan heeft de Italiaanse PVV, de mevrouw Meloni, heeft dat de verkiezingen gewonnen als premier. Maar Zuid-Italië wordt geregeerd door de maffia. En de maffia zegt: nee, we halen die mensen naar binnen, we sturen ze direct door. We zijn gewoon een tussenstation, we sturen ze direct door naar Noord-Europa. Maar daar heb je een verzorgingsstaat met uitkeringen en whatever. En die verdienen miljarden. Dus die Nigeriaanse bankiers leggen mij uit: Ajit, de mensensmokkel van Afrika naar Nederland levert de maffia nu al meer op dan de drugssmokkel. En dat blijft maar doorgaan, maar de politiek verdomt het om de maffia aan te pakken. Bovendien, de maffia is ook overal in geïnfiltreerd, in Italië zeker, en hier waarschijnlijk ook. Dus het is puur maffia. Puur maffia. Ik denk op zich dat de toekomst voor Europa heel positief kan zijn. We zullen nooit een supermacht worden. Dus al die doorgesnoven, stomdronken eurocraten in Brussel, die denken dat wij een Verenigde Staten van Europa worden, die kunnen maar beter nuchter worden. Onze toekomst is, Europa is het mooiste continent ter wereld. Je hoeft maar een uurtje te vliegen en je bent weer in een andere taal, andere cultuur, andere architectuur. Wij worden 1 grote Disney World voor de hele wereld. En iedereen komt hier op vakantie. En vergis je niet, als je dus nu al ziet, ik zag ook de statistieken van de Verenigde Naties. Op het eind van deze eeuw is de wereld 800% rijker dan nu. Al in het jaar 2050 is de wereld 500% rijker dan nu.
En het geld komt nu steeds meer uit die derde wereldlanden. Die worden nu allemaal rijker, die willen op vakantie, die willen op reis, die willen allemaal naar Europa. Die willen allemaal naar Amsterdam en naar Parijs en naar Londen. Dus we kunnen klauwen met geld verdienen aan als Disneyland. En dat is toch prima. En verder is het voor een aantal mensen, als we ervoor zorgen dat het ook leuk is voor homo's en bi's om hier te leven, dan is het voor mensen die in landen wonen. Dus in Nigeria, dat is ook echt, op homoseksualiteit is echt een apenland. Want mijn bankiers vertellen mij ook, want die hebben ook, deel van is ook homo, en die zeggen ook, joh, hier is het nog steeds de oude Victoriaanse wetten uit de koloniale tijd, de Britse tijd. Homoseksualiteit is strafbaar, je komt de gevangenis in. Dus die zeggen, joh, dus als je ervoor zorgt dat je aantrekkelijk wordt voor mensen, talentvolle mensen uit dat soort landen hier, dan is het allemaal prima. En dan kunnen we gewoon prima draaien. En ook qua vergrijzing, joh, we hebben in dit land 1 miljoen zombiebanen. Dat zijn mensen die alleen maar lucht verplaatsen. Die worden allemaal overgenomen door artificiële intelligentie. Dus die mensen kunnen omgeschoold om te gaan werken in de zorg of allerlei andere vacatures. We hoeven niet overal immigranten voor te hebben. Voor een deel zullen we immigranten nodig hebben voor de vacatures. Maar een deel zullen we heel veel oude banen moeten opdoeken. In China zien we in heel veel restaurants al robots bedienen. Japan ook. De horecawerkgevers kunnen die per personeel niet meer betalen. Dus als je door een mens bediend wil worden, betaal je extra. Zo niet word je bediend door een robot. De Chinese regering heeft opdracht gegeven voor de massaproductie van humanoïde robots. Die vanaf 2025 ook op AliExpress in Nederland te koop zijn. Een humanoïde robot die eruit ziet als een mens. Met haar, die kan knipogen, die kan flirten. Die kan als ober werken in een restaurant. Die kan terwijl jij mij hier zit te interviewen, je huis stofzuigen. Of de hond uitlaten. Of je bejaarde moeder de luier verschonen. Dus 2025, over een jaar, zijn die dingen massaal op de markt. Dat is toch fantastisch. Wij kunnen dit continent fantastisch draaien. Het enige grote gevaar vind ik criminaliteit. De drugsroute van Tanger naar Amsterdam is al volledig geïnfiltreerd door de islamisten. Volledig. En dat is wat ik niet begrijp, dat onze autoriteiten daar niet veel meer alert op zijn. En ik focus me vooral op positieve dingen. Ik sluit mijn ogen niet voor de negatieve dingen. Maar ik ben vooral een optimistisch mens. Ik denk van, het komt wel goed. Uiteindelijk geloof ik dat de goede krachten het winnen van de slechte krachten. Ik geloof in wat ik noem de as van de hoop. Allemaal goede mensen en positieve mensen die hun krachten bundelen tegenover de as van het kwaad. En dan komt het goed.